Goedemorgen, of eigenlijk middag, denk ik. Het is 1 over 12, volgens mij. Als ik me goed herinner. Wij zitten in de auto, want wij gaan vandaag lekker naar de IKEA. Hey. We gaan na een jaar. Ik woon er al een jaar. En Jarno komt er nu iets meer dan een half jaar of zo. Nee, ook al wel meer. 8 maanden, weet ik veel. En we hebben nooit een kapstok gehad en de frustratie is te hoog. Ja, want Sophie heeft te veel jassen gekocht. Ik heb helemaal niet veel jassen. Stuk of 7. 8. Ik heb deze ook echt niet net gekocht. Deze had ik al lang. Echt niet. Ik geweest. But I love it! Dus ga de kapstok kopen. En verder ook al het leuks wat we tegenkomen. Want ik ga mijn hele voice spenderen. Dat is het plan. En dat is €137. Ja, €137. Dat mag ik allemaal uitgeven en dat is dan ons kerstcadeau. Ja, afgezonderd de kerstcadeaus die we zelf doen. Ja, we hebben ook kerstcadeau voor elkaar, maar dat doen we zondag pas. We hebben nog niks gekocht, maar ik heb wel een taart. Wat neem jij? Ik hoef toch niet. Pasjo. Kijk dit drinken. Nee, wat is dit? Elderflower en rhubarb. Oh nee. Het ziet er mooi uit. Dat wel. Het heugelijke feit is aangekomen dat we onze lelijke groene pan gaan vervangen. Maar pannen zijn duur. Vind je dat fijn? Als we met een deksel willen, ja, weet ik veel. Ik heb de deksel nooit gemist. Nee, eigenlijk. Ik ook niet eigenlijk. Maar... liggen hier niet ook nog wokpannen? Er was niet wokpannen in het leven. Iemand zei dat ik niet op zaterdag naar de IKEA moest gaan, want dan zou het heel druk zijn, maar het is echt niet druk meer. Ik denk dat iedereen bang is dat het heel druk is en daarom thuis is gebleven. Kijk, mensen. Pico's rijden. Pico's rijden, die spiegel past er niet echt in. Ik heb eindelijk een grote spiegel. Ik ben er nu al heel blij mee. En kapstok. Maar ik ga straks voor alles 2 tafeltjes voor over de kattenbakken, dat we daar ook dingen op kunnen zetten. En ik ga straks alles wel goed laten zien. En ik heb maar 2 pruldingen gekocht. Maar nog niet gekocht, maar dit plantje is wel een beetje in de verdrukking nou hoor. Nou, ja, je hebt al zo'n prulplantje. Nou, nee, maar niet deze. Nee. Ja, nou zie je het. 1, 2. Hoppatee. Ik vind die groene mat zo lelijk. Ja, dat is wel goed. Dat heb ik niet voor gekozen omdat die daar ligt. Oh, ja, zo sneeuw. Hij moet andersom. Andersom? Denk ik. Zo. Waarom moet hij andersom? Nee, zo is ook goed. Oké. Okay. Dit is de ingang. Paaierwijze in de ingang. Wat een mooie schoenen, wat een mooie mat. Kippeling. Kippeling. Het is wel een klein bakje saus. Maar weet je wat zij dus doen? Zij herbakken het weer. Maar wordt het daar niet minder lekker van? Vraag ik me af. Nee. Oh nee, op de tafel. Jammer dan. With red bean. Kom hier. Oké. Wij hebben gekocht. Dit is een lamp, maar dat zie je nu niet zo goed. Gaan we die ook ophangen vandaag? Ik weet niet hoe ik dat moet ophangen. Moet ik eens kijken. Oké. En een nieuwe wok. Met deksel. En dit zijn dus 2 tafeltjes, maar die zullen we even in elkaar zetten. En die komen dan zeg maar over de kattenbak heen. Dan kunnen we daar eventueel schoenen op zetten of onze tassen. En ook nog een little koekenpan. Een vanillekaars. 40 branduren. Zo. Dan een rasp. Die heb ik al een aantal keer dat ik dacht, waarom heb ik geen rasp? En dit is voor kerstdiner, want dan willen we dus, wij moeten dessert maken en wij maken dan blanche. En daar willen we advocaat bij doen, een klein dingetje met slagroom. We hadden geen kleine glaasje, deze waren maar €1,06. En dit wilde de liefste man ter wereld graag hebben. Zakjes. Ja, daar kun je voor dingen voor invullen. Nieuwe lepels. Die ons waren een beetje gebogen, misvormd en lelijk geworden. En dit hoort ook nog bij de lamp. Kun je ermee ophangen. Deze is ook voor Jarno, want die heeft whisky gekocht, dus
Dat was een kerstpakket. Hij maakt er een drankenkast van hier. Dus hij had whisky gekocht, maar dan moest hij wel een whiskyglas. Dus ja, dat is wel leuk. Dit is de kapstok. Maar die gaan we ook even in elkaar zetten en ophangen. Dan zie je het beter. More power. Meer dan dit kan. Oké. Dit is gewoon een Instagram foto waardig. Maar het licht is hier zo slecht. En my little plant is on the capstok. En er hangen nu al 10 jassen op, volgens mij. Ja, en de 2 van mij. Nou, dan weet je hoeveel er van jou zijn. Nee, is niet waar. Hier hangen enkele. Deze 1 is van mij. Deze is ook van jou. Hi. Dus dit is 1, 3 van mij. 2, 3, 4, 5 van mij en 3 van jou. I'm so happy. Nou, deze eronder. Oh ja. Oring 2. Loop deze was lang. Yay! Maar de linkerkant gaat niet. Zo. Bye bye. Hoppa. Ik heb een moment in mijn leven dat ik trots ben op mezelf. Ik heb zojuist een lamp opgehangen, terwijl ik alleen maar wilde kijken hoe het werkte. En toen dacht ik, ik kan dit. And I did it! Kijk! En deze is dus ook, heb ik ook bij IKEA gekocht. Hij is van binnen goud en van buiten wit. Maar ja, als ik hem nu uitdoe, dan zie je niks. Maar ik zal hem ook nog een keer het licht laten zien. Maar hij heeft ook allemaal van die, ja, hoe noem je dit, figuurtjes. En we hadden er ook nog zo'n snoer bij, dat hij zeg maar ging hangen. Maar dacht ik, dat moet helemaal niet. Dan komt hij veel te ver de ruimte in. En nu is hij echt pretty. Dus het huis heeft echt een, deur, een update gehad. Echt ook met die kapstok. En we hebben dan hier tafeltjes waar we dan de tas of de schoenen op kunnen doen. En dan staan de kattenbakken ook iets meer verdekt. En hier... Ha! Het is een grote spiegel en dan kan ik eindelijk mijn outfit laten zien. Bierkrat, die had hij gelijk even mee kunnen nemen. Hij is in de supermarkt om even avondeten te halen. Mijn vlogcamera is leeg, dus ik doe het even met mijn telefoon, maar het maakt niet zoveel uit. We gaan vanavond waarschijnlijk bowlen, maar dan wil ik wel een iets, ja, weet ik veel, actievere outfit of zo. Ik heb echt zo'n big sweater day. Hi, een leuk shirt heb je aan. Nee, valt best tegen. Wij zijn dus vanavond een soort van best wel spontaan in de bowlingbaan beland. Ja. En dat was super gezellig. En nu is het 2:10 s'nachts. 2:10, mooie tijd. Mooie tijd. En nu gaan we lekker tanden poetsen. 9:30 eruit. Ja, jij, ik niet. Gaan we tandjes poetsen en lekker naar bed. Dus bedankt voor het kijken. Welterusten. Tot morgen.